So I want to talk to you today about the future. And that's why so many are calling for a great reset. I see the need for a great reset. We will have not less, we will have more globalization. In the coming decades, AI and biotechnology will give us God-like ability. Hartelijk welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Het Gesprek. Vandaag zit bij mij aan tafel Tom de Nooijer. Ik denk dat het bij heel veel mensen al wel bekend, want hij schuwt het nieuws niet. Hij was ooit het jongste raadslid van Nederland in Oldebroek voor de SGP. Op de verkiezingen kon hij daarop niet terugkomen vanwege een aantal interne dingen die met kritiek en kritische vragen te maken hadden. En ik ben blij dat hij vandaag aan tafel zit, niet meer als SGP'er Oldebroek, maar als CVO'er Oldebroek, Christenen voor Oldebroek. Hoe ging dat? Vind ik ook een mooie naam. Het is eigenlijk Christelijk Verbond Oldebroek, maar Christenen voor Oldebroek vind ik ook een mooie. Oh, verbond, mooie. Ja, oké. Maar dat geeft niet. Ik vind het ook een mooie. Maar je bent er ook voor. Hè? Ja, tuurlijk, natuurlijk. Ja. We zijn voor dingen. Ja, dus hartstikke mooi. Dankjewel, Simon. Ja. Voor de uitnodiging. Welkom. Dankjewel. Hey, je zei van daarnet toen we even voorspraken van, ik had eigenlijk veel kritische vragen. Ja, dat hoorde gewoon niet. Ik was dus raadslid, jongste raadslid van Nederland. En op een gegeven moment... 18, was je toen, toch? Ja, ik was 17 toen verkozen werd. Oh. En met volksstem ook nog eens. Dus, maar je moest wachten tot je 18 duurde gelukkig maar 2 weken. Dus ik kon snel beginnen. En op een gegeven moment lees je één. En los van alle onderwerpen waar het allemaal inhoudelijk over gaat. Ik had het over sociaal domein, over de zorg, jeugdzorg, groot onderwerp. En op een gegeven moment, je probeert gewoon je taken te doen. Ik studeer ook politicologie aan de UvA, dus Universiteit van Amsterdam. Volgens mij heeft de volksvertegenwoordiger vooral 3 taken, een politicus. 1 is het volk vertegenwoordigen, dus signalen benoemen. 2 is voorstellen doen, dus een beetje kaderstellend. Gewoon meedenken, eigen input geven. En het 3e is het controleren van de macht. Ja. En die laatste, dat is eigenlijk een heel lastige voor politici. Of je nou Kamerlid bent of gemeenteraadslid. Want de politieke cultuur in Nederland is eigenlijk dat heel erg lastig is. Vooral als je onderdeel bent van de coalitie. Oppositie maakt niet zoveel uit. Maar als je binnen de coalitie fungeert, dus... Als je in een fractie zit die, of het nou de burgemeester en wethouder is, of het kabinet steunt, dan heb je een heel lastige positie. En daar liep ik dus ook tegenaan, want op een gegeven moment was eigenlijk een beetje de status quo bij de grootste coalitiepartij van Oldebroek, en dat was de ChristenUnie, dat ik toch wel erg kritisch was. En dat liep daarom ook een beetje moeilijk. Op een gegeven moment was het, Tom is wel telkens kritisch. Ik steunde de coalitie altijd, maar ik had ook gewoon vragen. En ik vond daarmee dat ik mijn taak serieus nam als gemeenteraadslid. Maar dat werd eigenlijk al niet gepruimd. En ben ik zelfs nog door leden lijsttrekker gemaakt voor deze verkiezing. Dus je zou zeggen, niks aan de hand. Het bestuur werd naar huis gestuurd, motie van wantrouwen. Maar toch hebben ze gezegd, daar luisteren we niet naar. Het bestuur zit toch tot op de dag van vandaag nog steeds. En ik werd er met een heleboel mensen opeens uitgeknikken. Terwijl wij gewoon samen door wilden. Wij zeiden, joh, laten we gewoon samen doen, de krachten bundelen. Mm-hmm. Maar dat was niet wederzijds. En wat ik dus eigenlijk in het klein meemaakte, dat zie je ook dus in heel Nederland terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan Pieter Omtzigt. Het bekendste voorbeeld, denk ik, hiervan. Die was CDA. Het CDA zat af en toe ook in de... zeker vanaf 2017 zaten ze ook in de regering en in het kabinet. Zeker, de coalitie. Coalitiepartij dus. En als je dan kritisch bent op je eigen mensen, dan begint het te schuren. Terwijl dat een van de belangrijkste taken is van de volksvertegenwoordiger. Gewoon het kritisch volgen van de macht. En dan ben je niet populair bij de macht. Maar dat is wel waarvoor je betaald wordt. En dat wordt je dan vaak intern nog kwalijk genomen. Dus bij Pieter Omtzigt zie je ook, die is populair in het land, bij de mensen, krijgt ontzettend veel voorkeurstemmen. Maar binnen zijn eigen partij, het CDA, daar lag het een stuk lastiger. Want die kwamen in de problemen doordat Omtzigt weer kritische vragen aan het stellen was. En nu komt er een punt wat ik graag zou willen maken. Hoe komt dat dan uiteindelijk dat dan toch verkeerd gaat? Dat Omtzigt dan toch niet genoeg ruimte mee binnen het CDA en eruit moet? Functie elders. Ja. Functie elders, ga zo maar door. Maar het ligt eigenlijk aan de partijbesturen. Die hebben een ontzettend grote macht in Nederland. En die mensen, die kennen jij en ik meestal niet. Want kun jij 3 bestuurders, partijbestuurders noemen van het CDA? Ik denk het niet. Nee, zeker niet. En van de ChristenUnie? Ook al niet. Nee. En van de SGP dan? Nee. Nee, alleen bij Forum zou het lukken, want dat is Thierry zelf en Freek Jansen volgens mij. Nee. En de bestuurders zijn op de achtergrond. Ik ken wel de partijen zelf en de fracties en de partijleider. Kamerleden. Maar die partijbesturen die ken je meestal niet. En dat zijn de mensen die de conceptlijsten opstellen. En die mensen die moeten gewoon het partijbelang dienen. Die moeten de leden, dus niet de stemmers, maar vooral de leden bij elkaar houden. Dus de partijcongressen waar leden met elkaar lopen te...
discussiëren. Ja, dat willen ze allemaal gladstrijken. Zodat we samen één zijn, zodat de partij... Zij moeten het partijbelang dienen. Daarvoor zijn ze ook aangesteld. Maar wat krijg je dan? Ja, zo'n Omtzigt, ja, die is toch wel lastig. Want ja, die heeft kritiek soms zelfs op eigen mensen binnen de partij. Mm-hmm. En hij is wel loyaal, dus dat vond ik wel. Hij was altijd loyaal, maar ja, hij was wel kritisch. En dat pruimen we niet. Dus Omtzigt, is ook heel vaak bij Tweede Kamerverkiezingen ontzettend laag op de lijst gezet. Terwijl hij in het land super populair was. Dus hij werd laag op de lijst gezet en toen werd hij vervolgens gekozen door het volk met voorkeurstemmen. Dus die partijbesturen, daar zie je dat heel veel misgaat. Dat is overal zo, niet alleen bij CDA, maar ook bij VVD, ja, dat zie je dus wel. ChristenUnie, ja, enzovoort. En als je dan te veel kritiek hebt, kom je laag op de lijst of keer je helemaal niet meer terug op de lijst. Dus dat is heel erg lastig. En wat krijg je dan? Dat is nog een beetje de kant die je nog kunt volgen. Maar omdat het zo is geregeld in Nederland, dat partijbesturen conceptlijsten bepalen voor die partijen, voor de verkiezingen... Ja, dat zorgt er ook voor dat als je Kamerlid bent, je gaat net beginnen, weet je wel. Bijvoorbeeld, je bent per ongeluk eigenlijk ingekomen dat de VVD zoveel zetels haalde. En je zat daarvoor gewoon in de gemeenteraad, maar verder was je nog niet landelijk actief. Dan ga je wel denken, ja, ik wil me graag profileren, dus ik ga maar gewoon wat kreten roepen, wat leuke voorstellen doen. Maar kritisch zijn op de eigen bewindspersonen, nou, dat vind ik, dat laat ik dat gedeelte van mijn ambt als volksvertegenwoordiger maar wat minder uitvoeren. Laat ik dan maar vooral goede eigen ideeën naar voren brengen, maar de macht controleren en vooral tot de orde roepen. Een keer met een motie van afkeuring komen of echt zeggen, kabinet, we stemmen tegen als u het niet aanpast. Ja, dat wordt heel zelden gedaan. En dat is eigenlijk een soort structureel probleem, denk ik, binnen de politiek van Nederland. Dat op die manier is georganiseerd, dat je daardoor kritiek vanuit de coalitie, partijen, fracties, op de kabinetsleden of wethouders, dat lastig is. Er worden allerlei verbondjes gesloten natuurlijk. Hè. Sowieso dus binnen zo'n bestuur, die sluit een soort verbond van die en die mogen er wel en niet in. En vervolgens, zo'n coalitie heeft daar een bestuur ook nog invloed op, denk je? Sorry? Een coalitievorming, heeft zo'n bestuur daar ook een grote invloed op? Nou, de achterbannen van partijen natuurlijk wel. Hè. Dus denk bijvoorbeeld aan misschien ook wel het bekendste voorbeeld, het CDA-congres in 2010, ja. Of ze wel of niet met de PVV moesten. Zeker. Dus ja, daar heeft het partijbestuur en ook wel de leden hebben daar natuurlijk wel grote invloed op. Sowieso is dat raar. Hè. Ik heb nu het probleem eigenlijk van die grote macht van partijbesturen geadresseerd. Maar je zou het ook kunnen hebben, dit is het verhaal wat Martin Bosma wel eens houdt, over hoe democratisch is het eigenlijk dat we allemaal van die ledenpartijen hebben in Nederland. Ik zeg je daarmee niet dat ik daarmee per se tegen ledenpartijen ben, maar als je gekozen bent door de kiezer, is het eigenlijk heel bijzonder dat zo'n heel klein clubje van leden zoveel invloed heeft en dat zij ook het verkiezingsprogramma en allemaal kunnen bijsturen, of de gedurende periode allemaal dingen kunnen bijsturen, terwijl de kiezer je gekozen heeft. Ja. Daarmee heb je je verantwoording af te leggen aan de kiezer, ja. Niet aan de leden zou je kunnen zeggen. Martin Bosma haalt ook wel eens het voorbeeld aan. Dat hij eens een keer aan een politicus vroeg van de PvdA, maar ja, wat gaat u nou doen met het referendum? Dan kwamen bijna verkiezingen aan. En die zei, ja, dat weet ik niet, want de leden moeten er nog over besluiten. Dus hij had geen eigen mening en je bestaat eigenlijk in dienst van het lid, terwijl je gekozen bent vanuit je eigen opvattingen door de kiezer. Ja. Dus dat staat ook al opgespannen voet met elkaar, die ledenpartijen. Je bent meer een ledenvertegenwoordiger dan een volksvertegenwoordiger in feite. Nou ja, terwijl je gekozen bent door het volk, ja. Of je dat nou op volkenstemming is of niet. Maar je bent waarschijnlijk ook wel door de leden, maar het aantal kiezers is natuurlijk veel groter dan het aantal leden. Ja, en natuurlijk ben je natuurlijk wel vaak zijn VVD'ers en CDA'ers op de slippen van de partij zijn ze erin gekomen. Ja. Omdat ja, ze hebben zelf niet die voorkeursdrempel of iets dergelijks gehaald. Ze hadden soms maar een paar honderd stemmen, zeg maar. En dan kom je er toch in op basis van de partij. Dus je bent de partij heel erg dankbaar. Maar dat zorgt er wel voor dat je vooral met die partij bezig bent. Partijbelang, partijeenheid, in plaats van wat wil die kiezen nou? Dus, ja. Wordt het volk nog vertegenwoordigd, denk je? Dat is een beetje een algemene vraag, maar... Wordt het volk, en dan heb ik het even over de landelijke politiek, wordt het volk vertegenwoordigd? Ja, want we hebben een Tweede Kamer en we hebben verkiezingen. Het is ook, iedereen kan stemmen. Ja. Het is juist een probleem dat heel veel mensen, of heel veel mensen, best een grote groep mensen nog steeds niet gaat stemmen. Uit cynisme of uit wantrouwen. En ik denk van ja, dat is echt niet nodig, want je kunt echt via de stembus verandering afdwingen. En het volk is in die zin nog de baas ten opzichte van de volksvertegenwoordigers of de bestuurders. Natuurlijk, ja. Uiteindelijk geloof ik dat God gelukkig de baas is. Ja, en dat is die gaat overal over. Die gaat over. Ja, en daarmee kun je het ook hebben over begrip als volkssoevereiniteit. Maar goed, laten we dat voor wat het is. Maar dus ik denk dat het cynisme wat ik soms wel proef, van het heeft toch geen zin om te gaan stemmen, dat onderschrijf ik absoluut niet. Nee. Het is juist van belang dat we blijven stemmen. Nee, ik ben ook nog nooit niet wezen stemmen. Heel goed. Dat blijf ik ook zeker doen. Ja, heel goed. Ik ben wel eens een keer van partij veranderd. Oké. Okay. Ja, ik ook, want ik stemde altijd SGP en nu voor het eerst CVO. Dus dat, ja, klopt.
Dat is een verandering. Hey, maar wat ik ook lastig vind, en daarom zat de achtergrond van mijn vraag, is ook het volk vertegenwoordigt. De coalitiepartijen maken afspraken met elkaar, waar ze elkaar ook aan binden, waardoor ze elkaar ook verplichten, denk ik, zie ik, heb ik ook gehoord, bijna meegemaakt, om bijvoorbeeld soms voor iets te stemmen waar ze in feite tegen zijn. Ja. Als er een andere coalitie zou zijn, ik noem maar eens iets heel gek, CDA, VVD, FVD en PVV, dan krijg je een heel andere vertegenwoordiging. Ja, ja, dus eigenlijk zou het heel goed zijn, dat heeft Baudet in 2017 geroepen tijdens een medespeech, en dat zou eigenlijk heel democratisch zijn, dat je als Kamer gewoon gaat stemmen over de grote onderwerpen. Waar zijn meerderheden voor? En dan ga je dan kijken van oké, maar hoe gaan we dat beleid vervolgens concreet uitrollen? Dat zou het meest democratisch zijn. Nu wordt dat allemaal tussen vier partijen allemaal uitonderhandeld met elkaar. En dan kun je het wel over hebben van ja, hoe democratisch is dat en staat een meerderheid van Nederland erachter? Ook het idee van het hele compromismodel. Je kunt zeggen, nou, dat is toch mooi, iedereen een beetje tevreden. Of het is eigenlijk, dat is de keerzijde, is niemand eigenlijk tevreden. En lopen ook dossiers helemaal vast. Laat ik daar één voorbeeld van geven. Heel actueel, vandaag zelfs nog, en dat is asiel. Daarvan is overduidelijk dat het compleet vastloopt. Dat het niet loopt. En dat is eigenlijk doordat partijen, vooral in de coalitie nu, want die moeten bij elkaar hooien, die zitten eigenlijk, bepalen eigenlijk alles ongeveer, omdat ze nog net een meerderheid hebben in ieder geval in de Tweede Kamer, gaan ze allemaal deeltjes sluiten. En dat deeltje, wat er nu gesloten is met asiel, ja, dat gaat denk ik niet de boel vlot trekken, zeg maar. Want de ChristenUnie wil aan de ene kant het barmhartige aspect wat meer benadrukken en de VVD wat strenger. Ja, dat loopt volgens mij helemaal niet goed. Het zit helemaal op slot. Je moet een rigoureus ander model hebben. Ja, Rutte moet er zelfs even voor terugvliegen om de boel op orde te brengen. Ja, die moet de fractie overtuigen. Ja. Op dit moment weten we nog niet of dat gelukt is. Ik vermoed van wel dat gaat lukken. Dus dat is mijn inschatting. Dat kan hij wel hoor, hij kan wel pressie uitoefenen. Ja, maar ook dan, laten we dan nog even het sprongetje terugmaken van waar we het over hadden. Kijk, op het moment dat Rutte zegt, dat is de belangrijkste man van de VVD, daar wordt naar geluisterd. Als hij zegt van jongens, jullie moeten voorstemmen. En er zit driekwart van de fractie zit zo stil en er spreken er zich twee uit. Ja, maar zijn we het eigenlijk niet mee eens. En de rest van de fractie denkt, ja, maar we willen ook niet het kabinet laten vallen. Want ja, onze eigen positie staat dan ook ter discussie. Dus laten we het maar voor het landsbelang, hè, zo zeggen ze dat dan, laten we dat dan toch maar weer voorstemmen. Weer door de pomp gegaan. Maar die twee mensen die dan kritisch zijn, het is maar afwachten of die de volgende keer nog terugkeren. Als je op zo'n belangrijk moment de partij afvalt, dan sta je niet meer op de lijst. Precies, die kans is in ieder geval heel groot. Ik zal niet zeggen dat wie dat dan nu waarschijnlijk zouden zijn, dat die dan niet terugkeren. Maar die tendens is het wel. En wat het dus vooral, dat is het keiharde effect als je uitspreekt. Maar impliciet is dus ook nog dat je waarschijnlijk dus je mond gaat houden. Ja. Dat je dus dan maar zwijgt en intern niet eens kritiek durft te uiten. Dat is een beetje wat ik heel erg jammer vind aan het Nederlandse politiek model. Een beetje de keerzijde. Even over dat, nog even over dat voorstemmen terwijl je tegen bent of andersom. Ik zag dat je gisteren op Twitter nog een kleine aanvaring had met Gert-Jan Segers. Ja, een paar dagen geleden. Dat, ja. ging over de transgenderwet. Nee, niet over de transgenderwet. Ging over, want daar zijn ze gelukkig tegen. Al is het met soms wat mits en maren en een verdeelde achterban. Want ik heb ook geluiden gehoord vanuit een bestuurslid van de jonge organisatie. Die zegt gewoon, we moeten voorstemmen. Dus dan denk je van, jongens, hoe ver zijn jullie heen? Maar dit ging over transklinieken. Ja. Een motie die was ingediend door Bijeen en D66. En daar stond gewoon dat eventuele doorontwikkeling en uitbreiding van transklinieken moet worden gesteund en gefaciliteerd door het kabinet. Dat stond er in het dictum van die motie. En daar stemde de ChristenUnie gewoon voor. En dat vond ik zo bijzonder. Ik dacht van, hè, hoe kan dat nou? Want daar mag je gewoon zelf over stemmen, volgens mij. Of je daar voor of tegen bent, dat is niet per se iets wat binnen de coalitie is afgekaart. En ik zei, beste Segers, ik zie dat de laatste tijd al vaker, maar die conservatief-christelijke tegenkracht, wat de ChristenUnie toch zou moeten zijn ten opzichte van alle moderne, liberale, progressieve ontwikkelingen. Ja, die tegenkracht die zie ik eigenlijk niet zoveel meer. Dat wordt steeds minder en dat betreur ik persoonlijk heel erg. Toen had ik daar een beetje een discussie over en hij vond vooral, ik zei toen van, nou, die tegenkracht wordt minder. Toen zei hij, ja, maar dat moet je niet doen over de rug van die mensen. Maar ik zei, ik spreek niet die mensen aan, die mensen moeten we omringen met liefde en helpen. Ik spreek jou aan als politicus op wat je visie is op medisch-ethische thema's. Nou, daar kwamen we niet helemaal uit, dus we gaan nu uiteindelijk een bak koffie drinken. Maar ik vond het wel tekenend dat de SGP stemde daar uiteraard tegen. Forum voor Democratie ook, PVV ook. Heel veel andere partijen allemaal voor, dus die motie is ook aangenomen. Hoeveel klinieken hebben we eigenlijk nodig voor die transgenders?
Ja, daar kunnen we het ook over hebben. Hoeveel zijn er? Ja, maar in die motie werd dus ook al hormoonzorg genoemd. Ja. Hè? Dus hormoonzorg. En als je gewoon googelt op transkliniek, dan is gewoon het eerste wat je vindt, die transkliniek helpt je gewoon met in transitie gaan. En de vraag is, moeten we dat... Ja, hoe ver willen we daarin gaan en willen we dat ook faciliteren als overheid? Denken we dat dat nou echt gezond is en het welzijn is van onze naasten? Ik vraag me dat heel erg af. Nou ja, ik vraag me niet eens zo heel erg af. Ik denk wel dat we die mensen enorm moeten helpen. Maar of in transitie gaan nou de oplossing is, daar heb ik nog nooit echt een goede discussie over gehoord. Nee, de tegenstem wordt daar niet in gehoord. Eigenlijk. Nee, daar is ook eigenlijk helemaal geen discussie over. Nee. Dat zie je niet in het publieke debat, dat er eens een keer voor- en tegenstanders daarover in discussie gaan. Vooral dat, voorstanders... dat zou je toch wel mogen verwachten van wat jij zegt, een conservatieve partij als de ChristenUnie. Ja, of dat je er überhaupt vragen bij stelt van joh, nu gaat dat zo snel en wordt dat zo genormaliseerd en soms zelfs aangemoedigd. Hè? Want als jij een beetje twijfelt als kind van moet ik dat nou wel doen, dan is het reflex nu vooral van, die mag je vooral niet onderdrukken vanuit het gezin. Dan moet je vooral de ruimte geven om dat te ontwikkelen. Ja. Terwijl ik denk van joh, hoe gek is dat? En ook op steeds jongere leeftijd. En dan te bedenken, want dat zijn de keiharde feiten, dat 80% volgens mij van jongeren met genderdysforie, dus dat je niet comfortabel voelt met je geslacht, dat het ook weer rechtstreekt, dat je daarmee uiteindelijk om kunt gaan. Ja, en alleen al vanuit dat gegeven zou ik zeggen dat je heel terughoudend moet zijn met het aanmoedigen of het zo faciliteren van uitbreiding zelfs van transkliniek. Het is een doorgeschoten vorm van liberalisme, denk ik. Hè? Ik bedoel, ieder moet over zichzelf en over zijn eigen lichaam gaan. Ja, en dat gaat ontzettend ver. Want dat zit er natuurlijk al decennia in Nederland. Hè. Abortus is daar ook een uiting van. Maar dat gaat nu zo ontzettend ver. Als je kijkt, laat ik één ander voorbeeld geven wat hier ook mee samenhangt. De transgenderwet. Heel veel mensen denken dan van, die er niet helemaal goed over geïnformeerd zijn, van oh, moeten transgenders gewoon kunnen kiezen uiteindelijk wat er in hun paspoort staat. Nou, daar zijn we dan weer wel voor, want dat moet je toch zelf kunnen bepalen. Dat zou een redelijk liberaal iemand zeggen. Maar als je nou echt gaat kijken waar die wet over gaat, dan gaat het nog veel verder, want het is op dit moment al mogelijk om je geslacht gewoon aan te passen. Dan hoef je niet meer voor een medische transitie te gaan. Je moet daar gewoon een deskundigheidsverklaring voor hebben. Dat betekent dat je even met een medisch specialist spreekt en die zegt van het is een duurzame wens en je moet 16 jaar zijn. Maar zelfs dat moet al wijken, want de heilige graal van zelfbeschikking, daar mag niks aan in de weg staan. Dus zelfs een papiertje van een medisch deskundige vindt D66 al veel te veel belemmeren. Zelfs dat je zegt van joh, wacht maar even totdat je 16 bent, want je bent nog jong en je gaat je nog ontwikkelen. Zelfs dat moet wijken. Zelfs kinderen moeten nu naar het gemeentehuis kunnen gaan en moeten kunnen zeggen van ik wil nu geslacht veranderen op mijn geboorteakte. En dan hoef je niet meer met een medisch specialist te spreken. Zelfs dat is al te veel gevraagd. Dus zo ver gaat het idee van zelfbeschikking, van autonomie. Daar mag niks meer aan in de weg staan. En dat zie je op heel veel facetten terug. En dit is één voorbeeld waarvan ik denk van jongens, dit gaat echt heel ver. Nou, ik vind het verschrikkelijk dat dat met kinderen gebeurt. Ik bedoel, op zich volwassenen die moeten het uiteindelijk zelf... Nou, ik vind niet dat ze het uiteindelijk zelf moeten weten. Maar goed, ik ga daar niet over. Nee, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar politiek daarin gaat er wel over. Die schept al de voorwaarden. Maar de politiek geeft daar de ruimte voor. Maar ik heb nu ook wel het idee dat het ook soms... Ik bedoel, ruimte scheppen is ook stimuleren soms. Is propageren van dat soort dingen. Je bent eigenlijk ouderwets als je gewoon nog zegt, ik geloof in een man en een vrouw en veel meer is er niet dan dat. Ja. Ja, er mag ook geen norm meer zijn. Hè? Want wat jij zegt, van ik geloof in een man en een vrouw, en dat geldt voor het overgrote deel van Nederland, dat is nog steeds zo. Laat je niet gek maken dat dat anders is, doordat we bijna 200 dagen per jaar LHBTQ+ dagen hebben, in allerlei verschillende vormen en maten. Laat je dat niet wijsmaken, want voor het overgrote deel van Nederland geldt het ook gewoon. Maar wij erkennen met z'n twee ook dat er een kleine groep is. Mensen die worstelen met hun geslacht, die worstelen met hun geaardheid, et cetera. En die willen wij met liefde omringen. Dus dat is het punt niet eens. Wat het punt wel is dat er dus geen norm meer mag zijn. Dat je dus niet meer mag zeggen van je bent gewoon een man en een vrouw. En als er echt wat is, tuurlijk gaan we het erover hebben. En dan proberen we weer verder te komen met elkaar. Dat is hoe je ermee om zou moeten gaan. Maar er mag geen norm meer zijn. Er mag niet meer gezegd worden, jij bent een vader of een moeder. Er mag niet meer gezegd worden, je bent een jongen of een meisje. Dat moet nu al zijn, werd gezien als jongen en meisje. Dus er mag geen geldende norm meer zijn. En ik denk dat dat heel erg slecht is voor een samenleving. Ja, maar er is ook geen geldende norm meer, toch? Ik bedoel, zijn onze normen op gefundeerd? Waar komt moraal eigenlijk vandaan? Wie bepaalt er wat goed en wat fout is? Ja, dat wordt dus helemaal gedepolitiseerd. Hè? Daar mag de politiek zich vooral niet over uitspreken. Tenminste, dat wordt zo gezegd. Uiteindelijk is het gewoon liberalisme waar het om gaat.
En dat moet je vooral aan mensen zelf laten. Ja, en ik denk dat je dan ook heel veel... bijvoorbeeld als we nog één keer hebben over dat voorbeeld van geslacht veranderen en zo. En dat er veel in mogelijk wordt. Wat doen we onze kinderen eigenlijk aan? Ik heb nog geen kinderen. Maar wat doen we de jeugd van tegenwoordig aan op het moment dat we tegen jou zeggen van... jij denkt dat je een jongen of meisje bent. Nou, ga daar eerst maar eens even goed over nadenken. Want er zijn zoveel mogelijkheden. Dus ga je maar eens goed oriënteren. Ik denk dat je voor zoveel verwarring zorgt. Voor zoveel psychische hulp zorgt. Ik denk dat die schade uiteindelijk helemaal niet te overzien is. Facebook kent 54 genders waar je voor kan kiezen. Uit 54 soorten genders. Ik vind het heel knap. Ik vind het heel knap. Onvoorstelbaar. Ja, ik heb ze allemaal op een rijtje gezien en het is echt heel bijzonder. Hoeveel kennen die ervan? Nou, een stuk 5 denk ik. Over de fundering van de moraal. Ik heb daar nog niet zo gek lang geleden een geweldig boek over gelezen. Van professor Kinniging. Oh ja. Bij jou niet onbekend, denk Zeker ik. Niet. Nee. En die heeft een boek geschreven over de oorsprong van het kwaad. Zo'n pil, waarin die begint bij de Griekse filosofen. En via de verlichting en de romantiek terechtkomt in de hedendaagse tijd. En hij, eigenlijk wat hij beweert in dat boek, zowel de verlichting als de romantiek, die hebben ons zodanig eenzaam gemaakt, geïndividualiseerd, op onszelf teruggeworpen. De verlichting doordat alles in deeltjes is uitgeknipt. En de romantiek doordat iedereen zichzelf moest kunnen zijn. Je moest van jezelf gaan houden. Ja. En nu zijn we allemaal individuele eenzame mensen op zoek naar warmte, liefde en hulp en genade en dat soort dingen. Dat is eigenlijk de slotconclusie van zijn boek. Het idee van God is gewoon weggehaald. Hè? Ja, dat is raar. Geen God, geen schepper. Maar dat is natuurlijk al in de Franse Revolutie begonnen. Tuurlijk is niet daar jeu, niet met. Daar is het begonnen, absoluut. Daar is het helemaal misgegaan met Rousseau en de zijne. Ja. Maar en dat zie je dus nu nog steeds de gevolgen van. Hè? Vanuit het idee, wat ik net al zei, er mag geen norm meer zijn. Want ja, die norm, dat is vaak... Als hij er al was, dan was het toch vaak conservatief en burgerlijk. En uiteindelijk met het idee van er is een schepper. Ja, dat moet allemaal wijken. Mensen moeten dat allemaal zelf. Dat is ook het idee van het hele individualisme. Hè. Dat mag sowieso geen collectieve moraal. Iedereen moet het zelf uitzoeken. We moeten daar als overheid niks in belemmeren. En zoveel mogelijk mogelijkheden scheppen. Ja. Maar ondertussen... Dat is wel de norm trouwens. Hè? Daar moeten we aan voldoen. Dat is een nieuwe norm geworden. Want dat is dus het interessante. Dit stukje moet er absoluut bij. Zij zeggen, ja, we laten iedereen vrij. Hè? En we willen je vooral niks opleggen. En daarom doen we dit. Maar uiteindelijk is het gewoon liberalisme. Is het individualisme en is het streven naar maximale autonomie. En het hele idee dat dat neutraal zou zijn of zo, dat is helemaal niet waar. Dat zie je ook bijvoorbeeld in die discussie over bijzonder onderwijs. Dan wordt gezegd, wij zijn alleen voor neutraal onderwijs. En dan bedoelen ze gewoon mee, niet christelijk onderwijs. Dat noemen ze neutraal. Dat is helemaal niet neutraal. Dat is gewoon seculier onderwijs. Dat is gewoon liberaal onderwijs. Maar dat, omdat zij uiteindelijk bepalen hoe het debat wordt gevoerd in Nederland en welke termen zij mogen gebruiken om hun verhaal te maken, dat bepalen wij helaas niet. Dat wordt bepaald door de media, door de kranten, door de mainstream politiek, zeg maar. Die voeden het hele discours. En daardoor kunnen zij het framen als neutraal, want het is het helemaal niet. En hetzelfde als het niet normloos is, het is gewoon liberaal, het is seculier. Het woord neutraal eigenlijk gestolen, hè? Want dat is precies hoe het sowieso werkt. Bestaat eigenlijk neutraliteit niet, vind ik. Ik bedoel, je zit er altijd allemaal anders in. Vaak niet, nee, inderdaad. Precies. Nee, toch? Ja. Dus laat je nooit meer, als je hoort van, ik ben voor neutraliteit, dan hoor je het meestal van een D66'er. En dan moet je dat per definitie altijd wantrouwen en gewoon denken van, wat zit er echt achter? Hij heeft ook opvattingen. Als hij zegt, je moet neutraal zijn, bedoelt hij, je moet denken zoals ik. Ja. Want dat is neutraal. Dat is ook een uitspraak van Kinniging. Hè? Je mag denken wat je wil. Iedereen mag denken wat hij wil als hij maar hetzelfde denkt als ik. Of zo, als hij maar in het frame past. Ja. Nou, dat is wel precies wat je nu ziet gebeuren. Hè? Ja. Ook in politieke en maatschappelijke uitsluitingen. We hebben dat natuurlijk heel erg polarisatie gehad met de hele coronasituatie. Daar wil ik nou niet zo heel erg op terugkomen. Ja. Maar je ziet het in de politiek ook uitsluitingen over en weer. Ja. Met mensen van PVV, Forum, die worden op voorhand uitgesloten. Ja. Maar niet alleen uitgesloten, ook gedemoniseerd. Of is dat een groot woord? Nou, zou je het best wel over kunnen hebben. Maar wat je ook dus ziet, dus dat is een harde kant, een meer tastbare kant van uitsluiting. Maar ondertussen, ik wil nog even doorgaan op wat trucjes eigenlijk die worden gebruikt door liberalen om te winnen. Net hadden we het over hoe het debat wordt gevoerd. Dat zie je eigenlijk ook met dat bepaalde onderwerpen überhaupt niet meer besproken mogen worden. Vooral op medisch-ethisch gebied. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld als het gaat om abortus.
het idee van een D66er is, die discussie hebben gevoerd, jaren 70, jaren 80, dan na de jaren 60, met de hele seksuele revolutie, dat hebben we beleidsmatig verankerd met een abortuswet. Inmiddels hebben we nog wat meer vrijheden daaraan toegevoegd, want de beraadtermijn is dit jaar gestroopt en de abortuspil kan binnenkort ook worden gehaald bij de huisarts. Maar die discussie moeten we vooral niet meer voeren. Die moeten we buiten het debat plaatsen. Het is eigenlijk het postdemocratische tijdperk. De discussie hebben we gevoerd, wij hebben gewonnen, we gaan het er nooit meer over hebben. Daarom vind ik het ook zo vreselijk dat die Mars voor het Leven wordt gehouden. Want ja. Daar voer je geen discussie over, want het is zorg en we moeten het in allemaal verdragen vastleggen, dat we daar nooit meer over kunnen hebben. En nu komt het, D66 had voorgesteld om pro-life organisaties te weren uit het Europese parlement. Die mochten daar überhaupt niet meer komen, volgens mij ging het om lobbyorganisaties. Dus er mag niet meer eens meer over gedebatteerd worden. Zag je ook bij die discussie, nog één keer het onderwerp dan, toen het ging over de transgenderwet. Toen waren er gewoon een club mensen die zeiden van jongens, dat heeft best wel veel nadelen. Als we het hebben over vrouwenkleedkamers, competitiesport voor vrouwen en zo. Ja. Allemaal maatschappelijke implicaties, laten we die onder de aandacht brengen. Laten we het debat voeren en deze kant ook belichten. Dat was hun insteek. Gendertwijfel heette dat. En die hadden een manifest geschreven, kochten bushokjes op, waar ze abrikjes plaatsen met die boodschap van de transgenderwet raakt iedereen of zo was de tekst. Helemaal geen provocerende, beledigende tekst. Gelijk vragen in de gemeenteraad. Van Den Haag, Partij voor de Dieren, ook nog in andere plekken is het gebeurd. Hoe kan het dat deze discriminerende en transfobe uitingen in onze gemeente? Dus de discussie mag niet eens meer worden gevoerd. Zo denken progressieve liberalen. Die zijn helemaal niet democratisch. Die denken, dat hebben we ooit besloten en daar gaan we het nooit meer over hebben. En ze willen absoluut niet dat je aan dat liberale paradigma, aan die stoelpoten gaat zagen. Het moet gewoon niet over gesproken worden. Dus het wordt eigenlijk buiten het debat geplaatst. Postdemocratisch. En dat is heel gevaarlijk hoor, om daarin mee te gaan. Ik herinner me nog het debat wat in de Tweede Kamer werd gehouden over die abortuswetgeving, waar die termijn eraf ging en daar met name had ik toch wel respect voor een Thierry Baudet die daar stond te verkondigen van... Pepijn van Houwen. Pepijn was dat, ja. Ik help je graag. Ik heb hem eerder gezien in een debat waar hem gevraagd werd, bent u voor of tegen abortus? Toen zei hij, niemand is voor abortus natuurlijk. Ja. Hoe kan je daar nou voor zijn? Wat met Rutte was dat? Dat het, 2019, het soms mogelijk moet zijn is wat anders, maar daar kan je toch nooit voor zijn. Ja. Maar goed, in de Kamer werd dat besproken, maar die mening werd niet gepruimd en... Ik zag zelfs mensen, ik zeg het toch even zo, maar van de ChristenUnie die naar voren kwamen. Die zeiden, inhoudelijk zijn we het misschien wel eens, maar ik wil toch even zeggen dat we wel respect voor vrouwen moeten blijven hebben. Ja, en hoe kwam dat? Ik herinner het me weer. Hij had een amendement ingediend van, joh, als vrouwen het dan toch laten weghalen. Ja, doe een echo. Doe een echo. En dat is gewoon, vond ik zo goed. Dat is namelijk niet vanuit een defensieve manier proberen je vrijheden en je beleidsmatige ruimte te verdedigen, zoals de SGP vaak doet. Die probeert het dan nog een beetje te verdedigen, allemaal technocratische argumenten soms ook. Maar hij ging veel meer de aanval in. De aanval openen tegen het liberale dominante paradigma en het liberale dominante denken. Hij confronteerde gewoon die mensen met de eigen mainstream opvatting. Oké, maar kijk er dan naar. Word geconfronteerd met je echte, met wat jullie vinden, wat je aan het doen bent. Maar toen opeens was het, want je zou toch denken, dat is toch niet erg, want abortus is iets wat moeten vieren. Dat is een feestje. Het feest van de vrijheid van de vrouw. Oh, nee, maar dat mochten we niet zeggen. Weet je wat u eigenlijk zegt tegen vrouwen? Dat u daarna moet kijken, wat voor walgelijk. Dus die mensen wilden helemaal niet geconfronteerd worden met hun eigen ideeën, was het eigenlijk. En zelfs de ChristenUnie heeft tegen dat amendement gestemd. SGP gelukkig voor. Yeah. Dus de ChristenUnie liet het op dat moment, vond ik helaas wel een beetje afweten. Gelukkig stemden ze wel tegen de afschaffing van die beraadtermijn. Nou, ik zie heel veel goeds in de ChristenUnie. Oh, zeker. Maar dat is het punt. Ze vlogen dat op heel veel verschillende manieren aan. En dat is het verschil. Dus of je het defensief benadert vanuit de christelijke hoek. Dus we proberen te behouden wat we nog hadden, die beraadtermijn. We gaan alleen maar defensieve argumenten van jongens. Of je gaat de aanval openen, zoals FVD doet op dat liberale paradigma. En ik kon dat heel erg waarderen. En ik zie dat bij de SGP dat ze er ook wel in meegaan. Maar FVD zwengelt dat vooral aan. Om gewoon die mensen dus te confronteren in dit geval met hun eigen idee. Van kijk er dan tenminste naar. Het is toch helemaal niet erg om ernaar te kijken. En toen waren ze opeens in alle staten. En daarmee zaag je de stoelpoot, hè? Van de ideeën die erachter gaan. Dat gaat veel verder dan een keertje tegenstemmen. En ik hoop dat dat nog vrucht mag dragen. Ja, je hebt nu al een paar keer FVD en Thierry genoemd, trouwens ik ook. Ja. Maar jij staat wel een beetje bekend als Hoe ga je dat goed zeggen, Simon? Hoe ga ik dat goed zeggen? Jij mag Thierry wel. En ik vind opvattingen... dat hij veel goed doet, ja. Vooral als het gaat dus inderdaad om het tegengaan van de... het politiek bouwen van de Toren van Babel. En om te zagen aan de dominante ideologie die daar aan de grondslag ligt. Ja.
Dat vind ik goed. Daarin vindt de SGP gelukkig ook FVD. Kijk naar de laatste algemene politieke beschouwingen. Zowel Van der Staaij als Forum voor Democratie hadden we het alle twee over de toren van Babel. En dat is volgens mij een beetje de dominante denkcultuur die zij ter discussie stelde. En dat vond ik heel mooi om dat bij beide terug te zien. Ja, Kees kwam nog met een schilderij in de kamer. Mooi, hè? Ja. Maar hij is natuurlijk wel, hij begeeft zich hier en daar wel op glad ijs, toch? Met uitspraken over, hij is een beetje antisemitisch. Nou, dat wordt gezegd. Ja. Is niet zo, denk je? Nou, ik zie dat antisemitisme, ik bedoel, ik heb zelfs ook stukken geschreven en ben ook met Sidi in gesprek. Ik ben allemaal, probeer ook mijn steentje bij te dragen om antisemitisme zo ver mogelijk te weren. Maar nu zie je bijvoorbeeld dat antisemitisme overal bij wordt gehaald. En ik vind dat zie je hetzelfde met de term als racist. Hè? Als je racisme is ook heel, vind ik ook heel erg. Innerend antichristelijk natuurlijk ook, om mensen te beoordelen en minderwaardig te vinden op basis van hun huidskleur. Maar als jij zegt dat je geen racist bent, dan ben je het eigenlijk. Want anders zou je wel beseffen dat je racistisch was. Nou ja, maar het idee is dan van, maar racisme wordt nu overal opgeplakt. En wij hebben altijd gezegd, ja, maar daarmee vertroebel je de discussie, want dan kun je het echt racisme niet meer zien. Nee. En dat heb je eigenlijk ook bij antisemitisme, omdat het overal nu bij wordt getrokken, niet door mij, maar door anderen. Bijvoorbeeld toen er werd gezegd van die reptiele uitspraak van Baudet. Vond ik ook hartstikke dom, hoor. En Baudet vond dat zelf ook niet verstandig. Hij heeft ook gezegd van dat ga ik nooit meer op die manier uitdrukken, want ik bedoel dat overdrachtelijk. Nou ja, hij heeft het zelf gezegd, ik zal het nooit, het was onverstandig en ik ga zelfs de volgende keer een ander woord kiezen, omdat ik niet de zweem van antisemitisme over me heen wil hebben. En dan wordt dat gelijk dat woord aangekoppeld, terwijl dat was natuurlijk helemaal niet waar het echt om ging. Dus omdat dat is natuurlijk ook een deel van de verwarring die nu ontstaat in de samenleving bij dat soort termen. Want iedereen is volgens mij, tenminste als je gezond nadenkt en ook als je goed nadenkt, tegen jodenhaat. Dat lijkt me toch niet meer dan normaal. Maar omdat het overal op wordt geplakt, ontstaat er ook een soort van verwarring. Van wie is nou de echte antisemiet en waar vinden we, is dit nou wel of niet antisemitisch? En dat zorgt ervoor dat de focus weggaat en dat mensen ook op een gegeven moment niet meer weten volgens mij wat waar is en wat niet waar is. Nee, de inhoud van het woord wordt eigenlijk veranderd. Hè? En inflatie onderhevig en veranderd, ja. Dat gebeurt natuurlijk wel altijd met woorden, maar hier wordt dat gebruikt om iemand in een hoek te zetten. Ja. En dus uit te sluiten. Ja, en ik ken Thierry inmiddels een beetje en ik geloof absoluut niet dat hij een hekel heeft aan Joden. Ik ken zelfs heel veel Joodse mensen die voor de fractie hebben gewerkt en dergelijke. Hij is met een Jodin getrouwd, toch ook? Nou, qua achtergrond is dat in de familie volgens mij zelf niet. Maar goed, maakt het niet helemaal uit. Maar ik heb hem nooit betrapt op negatieve oordelen. Nee, als de dag dat hij zegt, joh, die Joden, dat vind ik toch ook nog wel lastig. Die zijn misschien ook, of we ze nou behandelen moeten als ieder ander. Op het moment dat ik maar één keer dat ze zeggen, bam, is hij voor mij af. Maar dat trekt iedereen een streep. Maar toch, dat is niet meer genoeg om daar die streep te trekken. Want je moet hem nu al veroordelen. Dat is een beetje op voorhand. Op voorhand. Ja. Laat ik er eens wat over zeggen. Dat zie je dus nu ook heel erg terug binnen de politiek. Als je op de rechterflank zit, op de conservatieve of christelijke flank. Voordat je eigenlijk serieus genomen wordt, moet je eerst FVD onomwonden veroordeeld hebben. En als je dat niet doet, ja, dan ben je verdacht. Dan wordt gezegd, en dat wil ik dus een beetje gaan duidelijk maken, dan wordt je gezegd dat je flirt met de Forum voor Democratie. Ja. Dat wordt wel eens richting mij gezegd, dat je wat zijn nog meer van die woorden? Heult met FVD, weet je wel? Ja, dat zijn allemaal heel dubieuze termen. Heulen is nog... Heulen, dat is eigenlijk een beetje... Flutten kan nog, maar... Stiekem op schoot zitten bij iemand. Terwijl ik heb altijd uitgelegd vanaf toen hij in de Kamer kwam in 2017 tot nu. Dit zijn de overeenkomsten, dit zijn de verschillen. Nou, ik ben actief geweest voor de SGP in de gemeenteraad. Ik heb ook altijd uitgelegd waarom ik juist voor die partij heb gekozen. Ik vond christelijke politiek heel erg mooi als je dat kunt uitdragen vanuit een partij. Dus daar ben ik altijd heel eerlijk over geweest. Maar toch, ja, je hebt FVD niet veroordeeld. En dan ben je eigenlijk mensen aan het heulen. Terwijl, wat zeggen die termen nou eigenlijk? Terwijl ik heb aangegeven, ik heb nog nooit op FVD gestemd. Ik ben er geen lid van. Ik ben niet voor ze actief of iets dergelijks. Dan nog ben je verdacht. En waar het een beetje vandaan komt, om die discussie te duiden, is in 2019, bijna vier jaar geleden, toen waren de Provinciale Statenverkiezingen. Toen werd FVD vanuit het niets de grootste. En toen lag er een belangrijke politieke vraag voor: willen we wel of niet met FVD in een gedeputeerde staten, zeg maar. Dus in een college komen, in een coalitie komen. De ChristenUnie wilde dat niet, die was er veel terughoudend mee. SGP wilde dat op dat moment absoluut wel. Kees van der Staaij heeft er zelfs nog over getwitterd van de SGP doet het dat graag. Of van de SGP heeft het niet gelegen toen het een keer niet gelukt was. Toen was die vraag heel politiek relevant.
Maar nu, via later, helemaal niet. FVD is heel erg klein in de gemeenteraden. We hebben 5 zetels in de Kamer. Dus er is helemaal geen sprake meer van dat we samen met ze in de regering zouden zitten. Dan nog kun je het hebben van, joh, waarom doe je daar zo moeilijk over met D66? Gaat de ChristenUnie ook gewoon in het kabinet stappen? En als ze een deal kunnen sluiten, doen ze dat ook gewoon. En nog steeds is die discussie gewoon doorgaan. Van ja, maar wil jij samenwerken? Een heulen met FVD? Ja, dat is wel verdacht. Terwijl ik gewoon zeg, ik werk gewoon met iedereen samen. En fijn dat FVD op het aantal fronten met ons eens is. Nou, dan werk je samen en anders niet. Maar toch, als je dat zegt, ben je al verdacht. En dat is een beetje blijven hangen vanuit 2019, toen die vraag wel relevant was, politiek. Die is nu helemaal niet meer relevant. En toch elke keer wordt die tot de dag van vandaag tientallen keren aan mensen in de rechterhoek gesteld. En als je niet bereid bent om ze onomwonden te veroordelen, ja, dan ben je eigenlijk ook verdacht. Dan ben je populist, hè? Verdacht, ja, en populist en heulen met racisme en zo en antisemitisme. Dan heb je wat uit te leggen. Ja. Ja, als even de Bijbel ligt op tafel, en Romeinen 1, moet ik heel dikwijls aan denken. Daar staat dat mensen die de liefde voor de waarheid niet hebben, hè, en daardoor in de leugen zijn gaan geloven, dat God hen dan ook laat, heel liberaal eigenlijk, laat in hun verwerpelijk denken en dan zoeken ze het ook maar even uit. Hmm. En daardoor maakt het dat ze de schepping gaan vereren boven de schepper, hè, staat er dan. En daar vloeien dan allerlei dingen voort uit, ook op moreel gebied, ook op gendergebied en op allerlei dingen die we in deze maatschappij zien gebeuren. Bij schepping boven de schepper denk ik bijvoorbeeld ook aan de hele klimaathype. Tenminste, ik noem dat een hype. Ja, ik ook. Ja? Ik geloof wel dat we de aarde misschien te veel hebben uitgeput. En dat de biodiversiteit misschien een klap heeft gehad. En daar ben ik allemaal best naar kijken. En daar geloof ik ook best wel in dat we als mens, want dat is ook heel bijbels, hè? Het idee dat we de aarde misschien te veel uitputten. Dus dat is ook de discussie niet. Het punt waar het wel om gaat is dat wereldleiders nu bij elkaar komen. Ook nu weer in deze week. Omdat het probleem niet meer af te wenden valt. En wij moeten nu met z'n allen het klimaat gaan redden. En D66 heeft ook al gezegd, wanneer was het, in 2021 al, van ja, wij zijn de laatste generatie die er wat aan kan doen. En het wordt een hel, stond er gisteren in het Noord-Hollands Dagblad, dacht ik. Maar aan de andere kant, het wordt een hel als we er niks aan doen. Ja. Toen dacht ik, dit is echt ouderwetse pastoorspraktijk. Ja, en dat je zegt van, joh, misschien de staat van de natuur is best wel ernstig en daar moeten we echt wat aan doen, want we hebben het verzaakt. Dat is prima en dat is heel goed juist. Maar het idee nu is, ja, wij als mens, we moeten met de wereldleiders die ook bij elkaar komen, en we moeten nu met z'n allen collectief snel gaan ingrijpen, want anders hebben wij het laten ontsporen en is het te laat. Ja. Het idee van de schepper komt er niet eens meer naar voren. Dus aan God wordt hem niet meer gedacht. Nee. Wij als mensen moeten de aarde gaan redden. Nou, maar het is wel het zonde gesteld, hoor. Het is wel religieus, hè? We moeten er offers voor brengen. Het wordt een hel als we dat niet doen. We moeten onze kinderen opvoeden op die manier. Ja. Het is maakbaarheidsdenken. Het is helemaal maakbaarheidsdenken. Zonder God, hè? Zonder God. Dus maakbaarheid zonder God. Ja, ja. Ja. En voorzienigheid van God, daar wordt helemaal niet meer aan gedacht. Dat we elke dag nog, dat het ons gegeven is, dat het genade is, dat we hier nog mogen rondlopen, mogen genieten van de natuur. En dat we ook aan God vragen of hij ons wil helpen met alle uitdagingen die ervoor liggen. Of het nou in de politiek is, en ook vanuit de politiek om weer goed te zijn voor de schepping. Nee hoor, het moet zonder God. Laat die er maar even buiten, want die kan nu niks betekenen. Wij moeten maar even eerst de goede maatregelen gaan afstellen om de 1,5 graad opwarming te voorkomen. Ja. Zo. Ik bedoel, dat is natuurlijk vreselijk cynisch ook. Ja. Want dat lukt ze natuurlijk niet. Nee. Ze worden helemaal gek. En dan nog meer paniek, hè? Nog meer paniek vooral. Ook onderdeel van de verwarring, hè, die je nu in de samenleving. Angst, zijn angst, ja. Angst. De maatschappij is gebaseerd op angst. Dat is natuurlijk met corona is dat geleerd. Dat doen we met het klimaat. Dat doen we op allerlei gebieden natuurlijk. Hè. We moeten nu ook weer bang worden voor een kernoorlog die wij dan misschien wel zouden kunnen gaan gebruiken. De Amerikanen hebben hier de afgelopen tijd weer nieuwe kernwapens geplaatst. Ja, hoorde ze. Ja. En ik was er zelf niet bij, maar mijn broer wel ons nog op het museumplein staan. Alle kernwapens de wereld uit te beginnen uit Nederland. Ja, maar ja, daar denk ik mee ook een beetje. Massa demonstratie. Ja, dat is voor mijn tijd natuurlijk. Ja, ja. Ik ben nog jong, maar ja. Ja. Wat zit daarachter? Daar wil ik eigenlijk als laatste, weet je, want de grote lijn, we hebben die Bijbel op tafel. Ik kan wel zeggen wat ik denk dat erachter zit, dat er een... Maar daar mag je dan even op reflecteren of reageren. Kijk, ik vraag als mensen, wanneer was de Eerste Wereldoorlog? En dan zeggen ze 1914. Ja. En zeggen, weet je dat niet klopt? Oh nee,
Nee, de Eerste Wereldoorlog die begon direct na de val in het paradijs. Toen heeft God de oorlog verklaard aan Satan. Ik zal vijandschap zetten. Ja. En daar is een oorlog begonnen. Die in principe al beslist is. D-Day is geweest. Ja, ja. Op Golgotha, 2000 jaar geleden. Ja. Maar die strijd woedt nog voort. Zien mensen dat, denk je? Of hoe denk jij daarover? Is dat ook een geestelijke strijd die we zien? Ja, ik denk het nog wel, omdat het hier nog niet, ondanks dat de oorlog gewonnen is, en dat is ook de mooie boodschap volgens mij van het evangelie, amen, waardoor we ook rust mogen krijgen, ook niet in die paniek hoeven te schieten, ook niet als politici van het klimaat en zo. Dus dit is echt de tegenhanger van het hele, van alle onrust misschien ook wel waar we in zitten, dat we hier in rust mogen vinden. Maar we hebben gewonnen na de oorlog in Genesis 3, moet ik maar zo zeggen. Ja. Maar jij ziet nog wel dat deze aarde natuurlijk wel op zijn einde loopt. En wanneer dat einde precies zo is. Schepping zucht. Ja, ja, ja. In barensnood. Ja, in barensnood en weeën die steeds heftiger worden. En daar wordt natuurlijk wel uitgebreid over geschreven. Het mooie van barensnood is wel dat je doet het ergens voor. Er komt wat nieuws. Er zal verlossing komen. Ja. Ja. Ja, dus... Ik zeg wel eens, God is de grote verloskundige. Of Jezus is dat eigenlijk. Maar die gaat deze aarde verlossen als een... vroedvrouw, zeg maar, opnieuw baren. Ja. Die weeën, die leiden ergens toe. Ja, ja, en daar zouden mensen toch eens wat meer op moeten wijzen. En ik denk ook dat het in de politiek heel belangrijk is, hoor. Dus dat je niet alleen maar als partij... En dat is bijvoorbeeld iets wat ik dan weer mis bij Forum voor Democratie. Dat je, ondanks dat ze heel veel goede voorstellen hebben... Laat ik dan nog één ding over FVD zeggen, om het link hier naartoe. Bij Forum moet het ook allemaal nog zelf gebeuren. Want Forum zegt ook, ja, wij moeten het tij keren. En wij, de mens... terwijl, ook als we het daarvan moeten hebben, ondanks dat ik best wel gecharmeerd ben van sommige standpunten en hoe ze zich ideologisch positioneren, dan komt het ook niet goed. Alles is gelegen aan de zegen van God. Ja. Maar we mogen ook juist die geruststellende boodschap laten doorklinken. Een soort van rust ook in je bewoordingen, een soort rust in je overtuiging. En niet dat we paniekerig zelf die liberalen moeten slopen, want er is er toch eentje die erboven staat. Ja. En we weten, dit is toch allemaal voorzegd wat er gaat gebeuren. Dat betekent niet dat we passief moeten worden. Nee, dat zou echt mooi zijn. Ook als tegenhanger. Want Baudet is dan nu wel zover dat hij zegt, ja, misschien gaat het inderdaad wel niet lukken. Hij zegt van, het gaat me waarschijnlijk niet lukken. Dus zover is hij al, dat hij niet meer denkt van, ja, het gaat ons wel lukken en we hebben alleen even de goede flow nodig. Maar als er uiteindelijk ook een soort van acceptatie komt van ja, maar dat lukken, wat zal de mens nou uiteindelijk zelf allemaal lukken, joh, als die op zichzelf is aangewezen. Het is God die erboven staat en alle geschiedenis, helsgeschiedenis, loopt er niet uit de hand. Dus. Ik vind Psalm 2 altijd heel mooi, hè? Waarom bedenken de Verenigde Naties ijdelheid en bedenken ze al die dingen om tegen de Heer en zijn gezalfde op te staan? Ja. Dus ik vestig mijn hoop niet op de Verenigde Naties. Vest op prinsen geen vertrouwen. 146, een mooie oude psalm aan te halen. Mooi, hè? Daar vinden we ons heil niet bij. We vinden ons heil bij God. En in zijn dienst mogen we doen wat onze hand vindt om te doen. Ik wens je veel zegen in je verdere loopbaan. Ik hoop dat die nog heel lang duurt aan de ene kant. Ik hoop dat die nog heel kort duurt. Omdat de andere kant, ik hoop dat Maranatha. Jezus ons spoedig komt verlossen. Amen. Maar... veel zegen met al uw werk. Dank u wel, Simon. Dank u wel. Vond u dit gesprek weer een boeiend of interessant gesprek? Klik even op like. Deel het met uw vrienden of met uw collega's of zelfs met uw vijanden. Want die hebben ook recht op een goed gesprek. Zo is het. En tot de volgende keer.